ben Matthijs Baan. Ik wil het verschil gaan maken. En ik vind persoonlijk dat wij als Gangbare Boeren ook een heel mooi product en ook een heel duurzaam product produceren. Waar ik eigenlijk vooral mee aan de slag wil, is het naar buiten toe laten zien wat we eigenlijk doen. En de consument ook laten zien dat, dat wij ook een heel mooi product neerzetten waar wij trots op kunnen zijn. En niet zomaar een bulkproduct wat in de marge verdwijnt, zeg maar. Het is ook een stuk ondernemerszin. Ik wil graag dingen ontwikkelen. En in het verleden wel bezig geweest om te kijken, ja, wat kan ik van mijn melk maken? Je wil iets onderscheidends, maar ja, verzin maar eens wat. Toch iets verzonnen waar je zegt van, nou, hey, joepie, iets origineels. Melk gaan wij per koe apart verwerken. En elke koe die krijgt zijn eigen verpakking, zijn eigen naam. En heeft ook zijn eigen smaak en eigenlijk ook zijn eigen verhaal. En dat gaan wij op de markt zetten. Daarin halen we de koe zeg maar uit de anonimiteit en zetten we de koe op tafel bij de consument. En niet de fabriek of de boer, maar echt de koe zelf. Nou, de eerste stap is dat we de boel hier een beetje moeten verbouwen. Er moeten wat dingen zowel aan het huisvestingssysteem aangepast worden, maar ook een locatie waar de productie kan plaatsvinden. Momenteel wordt er gewerkt aan een proefopstelling van de machines. We verwachten eigenlijk zo'n beetje na de zomervakantie met de pilot te kunnen starten. Als het allemaal goed werkt, dan moet de knop om en dan worden hier pakjes melk van Floortje en Noortje en Koopbaar gemaakt.